Leerlingen van het Erasmus College in Almelo hebben een uitwisseling gehouden tussen Poolse, Tsjechische, Duitse en Nederlandse leerlingen in het kader van hun textielverleden. Ze zijn onder andere naar het Textielmuseum in Norton geweest, maar ook een bezoekje aan Amsterdam behoorde tot de activiteit. In mei en april dan wordt er weer een uitwisseling verder gedaan naar Tsjechië en Polen, want het blijft een heel groot project. Ja, de school in Neuenhaus waar ik mee samenwerk is een school waar ik al veel internationale projecten mee heb gedaan. En we zijn nu een project begonnen waar beide scholen, maar ook de partnerscholen die we hebben gevonden, iets hebben met textiel. En we willen de historie, die willen we eigenlijk naar het heden, naar de toekomst brengen. En leerlingen duidelijk maken dat de roots die ze hebben belangrijk zijn voor het Europa van morgen. Dat is heel erg mooi. En in praktische vorm hebben jullie dat ook gegoten. Kan je iets vertellen wat dat dan inhoudt? Ja, we gaan een webapp maken. Dat wil zeggen dat het een app wordt die je niet hoeft te downloaden via een store, maar die je gewoon op je smartphone kunt zetten. Waarin we een educatieve en een toeristische route willen aanbieden. Waarin alle historische overblijfselen, maar ook gewoon dingen die je zo meteen nog niet ziet, vanuit de textielindustrie duidelijk worden. 6 from Czech, 5 from Czech, 5 from Poland. I come from Poland. And what's your name? My name is Piotrek. Karolczyk Piotrek. That's a very difficult name for Dutch people, but doesn't matter. What are you doing here today? I am learning and making flags for this project, and here they are. Do you like it? Yeah, that's a pretty nice. We enjoy it really. Have you ever been here before? No, it's your first time? Yes, that's my first time, and I really enjoy this country. I did two flags, a flag of Poland and a flag on it are cloths and some textile. Jij hebt zo'n mooie schort om met een letter erop. Waarom heb jij zo'n schort om? En waarom die letter? De schort is zodat de verf niet op een shirt komt en omdat iedereen een schort heeft. Dus het is niet uniek, dus iedereen heeft een uniek schort. En de L is voor de L van Elastic. Ja, want zo hebben jullie het project genoemd, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. What are you making, the flag of your country? Ja, wij wilden een verbinding maken tussen de verschillende landen, Polen, Tsjechië, Duitsland en Nederland. En we hebben allemaal een textielverleden. En om daarbij aan te sluiten heb ik een workshop gemaakt waar iedereen een vlaggenlijn of een punt van een vlaggenlijn maakt. Zodat we eigenlijk samen het textielverleden met elkaar verbinden. En daar zijn ze nu mee bezig. Ze mogen het naaien en schilderen en met textielstiften gaan tekenen of schrijven. Lieve allemaal, als ik aan de winkel.